vandaag gaan we rekenen met evenwichtsreacties. Ik heb twee voorbeelden uitgewerkt voor je. Ja, de een wat makkelijker en dan alternatief. Dus kijk met me mee. Ben je hier nieuw? Ja, bij evenwichtsreacties? Kijk dan even op het andere filmpje hier boven. Wat is de situatie? Ik heb een reactie gehad van 1 liter en ik heb 0,40 mol water in gasvorm en ik heb 0,30 mol in koolstofmonoxide. En daar ontstaat waterstofgas en koolstofdioxide. En bij de evenwichtstijd, ja, bij T-evenwicht, is er nog 50% van het water als damp aanwezig. Bereken de concentraties. Nou, dan gaan we eerst de reactieformule opstellen. Let wel op de evenwichtspijlen. Ja, H2O-gas plus koolstofmonoxidegas wordt H2 plus CO2. En dan gaan we eerst een matrixje maken en die rustig aan invullen. Dus het is heel handig dat mijn reactievat hier 1 liter is, want daarmee is mijn concentratie of mijn molariteit ook direct bekend. Hè? 0,40 ja, in 1 liter is dus 0,40 mol per liter. Dus ik schrijf hier, ik heb die vierkante haken in mol per liter, dus alles reken ik direct om in mol per liter. Dat is handig, want dan wordt er regelmatig ja, worden gevraagd in vragen van, om je antwoord ook in mol per liter te geven. Dus dit zijn die eerste regel, die gaat vakken vrij snel, want het is gewoon opschrijven uit de vraag. Ja, wat de informatie was. Dus 0,40 mol per liter water, 0,30 mol per liter koolstofmonoxide. En ik heb natuurlijk nog geen producten. Dan, wat gaat er gebeuren? Nou, de helft van mijn water is aanwezig. Dus de helft gaat eraf. Dus ik heb hier een min ook rood, ja, voor mijzelf ook. Min 0,20 gaat eraf. En nu moeten we oppassen, want water en koolstofmonoxide reageren 1 op 1. Die is belangrijk. Er gaat dus niet de helft van die koolstofmonoxide af. Nee, zeker niet. Er gaat net zoveel af als dat er water afgaat. Ja, dus hier goed bij opletten. Dus 0,20, 0,20 gaat er af. En dat komt er daar rechts bij waterstof en koolstofdioxide. Komt dat erbij. Ja, en als ik dat, ja, als ik daar had over na heb gedacht en ik heb dat klaar. Ja, dan kan ik die laatste T-evenwicht kan ik uitrekenen. Ja, 0,20. Ja, want 0,40 min 0,20 is 0,20. Hier blijft 0,10 over en ik heb van die twee andere stoffen ook 0,20 in mol per liter. Ja. Dus hier was de belangrijke stap, was eigenlijk deze stap. Ja. Trap daar niet in, ja. Denk goed na, probeer of gebruik die reactieformule. Voorbeeld 2. Voorbeeld 2 is net wat lastiger. Een reactievat van 2 liter, 0,10 mol waterstofgas en 0,10 mol chloorgas. En let er goed op, als dit chloorgas natuurlijk in woorden staat, ja, dat het een diatomaire stof is, net als waterstof, hè? Of Brinkel. Na enige tijd is het evenwicht opgetreden en dan moeten we de reactieformule opstellen. Ja, of die krijgen we gegeven. Oh, waterstofgas en chloorgas wordt HCl. Ja, let op deze twee. Ja, zorg dat je een kloppende reactieformule hebt als je die moet maken. In de evenwichtstoestand is 60% van de waterstofgas is omgezet, dus dat gaat eraf. Bereken de concentraties weer van alle stoffen. Ik maak weer mijn matrixje. Ik vul in eerste instantie in wat ik heb. Maar nu moeten we oppassen, want ik heb een 2 liter reactievat. Ja, dus probeer bij jezelf goed na te denken dat die 2 liter, ja, als je concentraties gaat uitrekenen, moet dus die 0,10 gedeeld worden door 2. Dus heb ik een concentratie van 0,05, ja, of 0,050. Dat ook voor mijn chloor. En ik heb natuurlijk geen producten, dus dat is 0. Ja, er gaat 60% af, dus 60% van die 50 is min 0,030. 1 op 1 met chloor, dus ook 0,030 gaat eraf. En er komt hier 2, ja, goed opletten, er staat hier een 2 als coëfficiënt. Komt hier dubbel zoveel, komt hierbij. Ja, dus 0,060 komt hierbij. Wat wordt mijn eindconcentratie dan in de evenwichts, op het moment dat evenwichtssituatie heeft voorgedaan? Dat is 0,020, want 0,50 min 0,030 is 0,020. Deze ook 0,020 en 0,060. Nou zie je een antwoordenboekje ook wel eens, en dat vind ik zeer verwarrend. Ja, zie je dit gegeven. Ja, daar gaan ze niet met, omdat we nou een reactievat niet van, van 2 liter hebben, gaan ze toch maar werken met hoeveelheden, maar dan moet je dus goed opletten dat je daarna nog een keer die hoeveelheden, dat je die aanpast en dat je die omzet in concentraties. Ja, je ziet dat ik dat gedaan heb. Ja, dit is een alternatief. Voor mijzelf, ja, je kan
denk ik dat dit niet heel handig is, maar je ziet het vaak toch in antwoordboekjes staan. Maar ik raad het je aan om het niet te gebruiken. Ja, gebruik vooral deze methode. Ja. Heb je vragen? Stel ze in de comments. Ja, wil je misschien een van mijn andere filmpjes zien? Er staat daar boven een idee. En je kan natuurlijk subscriben. Heel veel succes!